Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag. Welkom weer bij deze nieuwe weekvlog. Het is 8 uur. File, 1 minuut vertraging. Nou, dat wilde ik net zeggen. Ik sta op de A4 in de file, want ik ben onderweg naar huis. Tandy moest heel vroeg naar school, dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik ook wel gewoon meteen naar Amsterdam. Ik ga even stoppen, want ik wou zeggen, ik ga even ophangen, maar ik ga even focussen op het verkeer. Nou guys, ik heb me helemaal klaargemaakt, gedoucht, weet ik het allemaal. Ik ga nu gezellig een koffietje doen met Oshi, een vriendin van Habs, toen ze daar nog stage liep. Dus super gezellig, we zien elkaar echt nooit, maar als we elkaar zien, super gezellig. Dus ja, ik ga nu snel, het waait heel hard en daarna ga ik naar kantoor vanmiddag. Nou guys, het is alweer het einde van de dag. Echt zo snel. Het is al 6 uur. Ik heb gewoon een uur lang doorgewerkt omdat ik het zo druk had. En ik heb teringhonger, dus ik ga nu naar de appie en even kijken wat ik ga eten. Ik weet echt niet wat ik moet eten. Ik weet echt niet waar ik zin in heb of wat ik wil. Ik zie gewoon een soort sushi bowl of zo. Ik denk dat ik dat ga doen. Is altijd lekker. Oh my god, ik heb echt het lekkerste ooit gemaakt. En zo simpel. Het smaakt gewoon letterlijk naar een sushi rol. Maar dan hoef je dus niet helemaal te rollen en moeilijk doen. En is het gewoon super easy eigenlijk. Het is gewoon een soort handrol eigenlijk. Oh, ik vind het zo lekker. Ik heb het wel eens eerder gemaakt met mijn nicht. Toen voor lunch. Maar dit is zo nice. Oh, I love it. Cheers. Ah, ik ga helemaal stuk. Ik ben gewoon niks aan het zeggen. Ik ben gewoon alleen maar aan het eten. Zo lekker is gewoon. Ik heb er nu 4 op. Zeg maar 4 van die halve. Ik weet niet helemaal of het genoeg is. Maar ik heb nog meer. Ik kan nog meer maken, dus ik kijk het even aan. Ik heb ook allemaal lekkere saus in gedaan. Kewpie, mayo, sriracha, teriyaki. Zo lekker allemaal. I love dat het nu 7 uur is en nu pas donker begint te worden. Nou, het is nu wel echt donker, maar... Nou guys, het is inmiddels alweer 11:30. Ik heb heel de avond geëdit. Ik ben afgelopen dagen niet meer editen, maar ik heb ook heel veel opgenomen. Dus ik kwam ook maar allemaal leuke video's aan. Het geeft me juist alleen maar super veel energie en leuk om te zien hoe de video's weer goed worden ontvangen. En ik heb er weer helemaal plezier mee. Ik weet niet hoe het kan, maar soms, je kan niet altijd overal even veel zin in hebben. Maar ik vind het voornamelijk ook zo leuk dat mijn TikTok zo goed gaat. En ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon helemaal leuk weer. Ik heb ook weer helemaal zin om mukbangs lekker te filmen. En ik voel me weer helemaal mezelf. Finally. Dus ja, super leuk. I'm in for it all. Even mijn tas inpakken voor morgen. Dat is altijd zo chill als je tas gewoon klaar hebt liggen. En dan morgen daar niet over na te denken. So that's what I'm doing. Dus deze hele leuke nieuwe chille tas van Naked. En die is echt perfect voor werk. Dus die pak ik lekker in. En ik ga nu lekker mijn bed in en slapen. Want het is echt 11:30 en ik wil slapen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdagochtend. Ik ga vandaag de hele dag naar kantoor en werken. Tijdens lunch wil ik trouwens even gaan sporten. Dus ik heb ook alvast mijn sportoutfit aan. Nu even snel mijn make-up doen. En dan ga ik naar kantoor. Ik zie echt dat ik heel erg gebalen heb. Maar ik moet even snel zijn, want ik wil vandaag even op tijd beginnen. Moet ik eigenlijk nu weg. Oh jongens, het is godverdomme 6:30 bij ons. Deze kantoor wordt helemaal niet goed. Het is zo'n drukke dag. Dus ik heb gewoon, ben gewoon nu pas klaar. Maar ik ga vanavond heel gezellig met een vriendin met mij eten. Dus ik moet echt even opschieten en naar huis gaan. Want dit kan echt niet. Hallo allemaal. Oh, wow. Het
is inmiddels, mijn haar zit echt verkrekt. Het is inmiddels 10:45. Mijn vriendin is net weg. Het was echt super, super leuk. Het was heel gezellig. We hebben heerlijk gegeten. Alleen anders staat er nog. Dus ik moet alles even opruimen. En schoonmaken en uitruimen. En ik ga helemaal stuk, want we hadden dus pita broodjes gemaakt. We hadden ze zo lang in de oven gedaan dat ze gewoon helemaal verbrand waren. Dus, nou, top. Ik ga nu alles even snel opruimen en al. En dan ga ik slapen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ga nu naar Stelt, want ik ga daar allemaal blikjes Stelt ophalen. Want dat krijg ik voor mijn birthday. Zo chill. En daarna krijg ik een facial in de Bijenkorf van Charlotte Tilbury. Ook fucking leuk. En daarna ga ik naar een Nelson event. Ook super leuk. Dus allemaal leuke dingen vandaag. Daarom heb ik ook geen make-up op, omdat ik dus een facial krijg. Dus ja, ik moet nu snel daarheen. Ik ben alweer te laat. Nou, ik heb de Stelt blikken allemaal opgehaald. Helemaal top, super chill. I love Stelt so much, want het is lekker low calorie. Maar het is gewoon super lekker en je hebt drank. Dus wij hebben op kantoor ook echt super vaak Stelt. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Er zit een fucking irritante motor achter mij. Maar ik ga nu weer naar huis en ga ik snel op mijn scooter. En dan ga ik weer naar de Bijenkorf, naar Charlotte Tilbury. Fuck chill. Oh, het staat hier altijd zo vast. Fuck. We zijn hier bezig met de weg. Nou jongens, ik heb net lekker die facial gehad. Mijn make-upje is gedaan. Niet normaal hoe lekker die feestje was. Ik heb zo genoten, zo ontspannen, zo... Nou, het was echt niet normaal. Super bedankt voor de vrouw die het heeft gedaan. Ik ga nu snel weer naar huis, want het is koud. Maar de zon schijnt wel, jee. Hallo allemaal, ik ben inmiddels even thuis. Ik ga nu naar een tuincentrum. Ik had even zo'n koffietje gedaan met Maggie. Het was heel erg gezellig. Lekker in het zonnetje. Echt, oh my god, ik ben zo blij dat de fucking zon weer schijnt. Want dit is mijn birthday week. Ik kan me zoveel leuke plannen aan. Vrijdag ga ik mijn verjaardag vieren. Zaterdag en zondag. Dus ja, ik ben heel blij. En ik wil eigenlijk wat met jullie delen. Want ik ben echt helemaal blij. Ik heb een soort pre-birthday gift gekregen van Parfumado. Deze heb ik al een tijdje in mijn tasje zitten. Die staat altijd gewoon mee. En ik krijg altijd de vraag, oh mijn god, welke parfum heb je op? En dit is de This Is Her van Zalig en Voltaire. En dit is de So Chill Parfumado, want het is super klein. Het past letterlijk in elk tasje, het past in je zak. En je hebt de lekkerste, heerlijkste, bekendste parfums. En ik heb deze dus gekregen door het doen van een quiz. Ik had een parfumquiz gedaan en dan komen dus jouw top 3 geurtjes eruit. En ik vind ze alle drie ook zo goed bij me passen en ik ben er helemaal blij mee. Het is echt een super leuk cadeautje ook om te geven. Want soms is een luchtje zo standaard, weet je wel. En wat voor luchtje moet je dan doen? En nu heb je eigenlijk gewoon 3 verschillende soorten. Kan je een beetje uittesten, kan je een beetje kijken wat diegene lekker vindt. En dan kan diegene dat ook testen. Dus dat is echt een super leuk idee. Ik vind het in ieder geval heel leuk dat ik al een pre-birthday gift heb. Je krijgt het ook heel erg mooi opgestuurd in een doos. Super lief message erbij. En ja, het is ook heel erg leuk verpakt. Dus ik heb nog 2 andere geuren. Dit is de Angel Dust van Fugazi. Hier heb ik ook de body lotion van. Super toevallig. Dit is een unisex geurtje. Oh, deze vind ik ook zo lekker. I love it so much. Dus dit is unisex, dus dat kan ik ook gewoon aan mijn vriend geven. Als ik denk van, oh, hij wil een parfumetje of iets. Kan hij ook gewoon gebruiken. En de, dit kan ik echt niet uitspreken. Narciso Rodriguez for her. Deze is mij dus nog onbekend. Deze ken ik niet, dus ik ben heel benieuwd hoe deze ruikt. Maar hij komt dus wel uit mijn quiz. Oh my god. Dit ruikt lekker. Dit is een wat zwaardere parfum. Deze vind ik echt lekker voor een avondje uit eten of zo. Deze ga ik op mijn verjaardag dragen. Want zondag ga ik lekker uit eten bij Mondi. Dan ga ik deze sowieso erop doen. Mmm, wat lekker. Maar dit vind ik zo leuk. Want op deze manier kom je echt een soort in aanmerking met parfums. Die je eigenlijk normaal dus helemaal niet snel zou kopen of zo. Want het is zo moeilijk soms online. En het is gewoon de perfecte verpakking. Echt, ja, grappig. Want al mijn vriendinnen heb ik hier dus al mee geïnfluenced. Want ik zit elke keer met dat dingetje te spuiten. En nu zit elke keer, what the fuck? Hoe kom je daar? Dit is zo handig. Dat hij helemaal versleten is. Omdat ik het de afgelopen 2 weken al zoveel heb gebruikt.
Dus ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Dus check zeker even de link in mijn beschrijving. Dan kan je het allemaal zien en dan kan je het even checken. En dan zou ik zeker aanraden om gewoon de quiz te doen. Hoe leuk is het ook om te weten welke parfums bij jou passen. Want je vult dus helemaal in. Wacht, ik kan het even laten zien. Nou, ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, ik ben op zoek naar vrouwelijke parfum. Nou, sta je ook voor unisex parfum? Ja, nou, ik bijvoorbeeld wel. Dan kan je zeggen exclusieve niche merken of klassiekers en bekende merken. En dan kan je hier dus een paar van jouw favoriete parfum kiezen. Fris, bloemig, houttonen. Dus een rijke, zwaardig parfum. Ik ben tussen de 16 en 24. En dan kan je dus je account aanmaken. Nou, ik heb al een account. En dan staan hier dus wat all-time bestsellers. Blijkbaar als je vrienden uitnodigt krijg je 50% korting op je volgende parfum. Nou, lifehack. En dit is dus echt een travel case. Dus als je op zoek bent, is dit echt een aanrader. Kan je dus kiezen of ik wil het maandelijks. Maar dat kan je ook maandelijks stoppen of pauzeren. Of 6 maanden vooruit of voor een jaar. Dus dan heb je eigenlijk gewoon elke maand een goede parfum. Ja, ik vind dit dus echt zo'n uitvinding. Ik ben hier zo enthousiast over. Je maakt ook helemaal wat ik hier enthousiast over ben. Nou jongens, super zonde van mij. Ik in mijn enthousiasme helemaal laten zien hoe leuk het Chill Parfumado is. Vergeet ik gewoon helemaal te vertellen dat je natuurlijk ook een kortingscode hebt. Waar jullie natuurlijk voor zijn. Met mijn kortingscode verwoord 50 krijg je namelijk 50% korting op je eerste maand. Dus ja, super chill. Dus wil je het uitproberen? Gebruik dan mijn kortingscode, krijg je het voor de helft van de prijs. Kan je het de eerste maand uitproberen. Helemaal chill, helemaal top. Nou, kusjes, doei! Maar ik moet nu ook gaan. Dus ja, ik ruik weer helemaal lekker. I love it. Even mijn brilletje op. Mijn bril van Gigi Studios. Helemaal blij mee. En ik ga dus naar een tuincentrum. Vet random. Met Cecile. Dus gezellig. Blij met je nieuwe pot? Ik ben heel blij met mijn nieuwe pot. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag nog niet geklopt. Ja, ik zeg gisteren mijn weekvlog. Al mijn vriendinnen zijn helemaal geïnfluenced. Esther! Zo? Nou, door het Parfumado. Ja, dat is echt gewoon, fuck you. Ja, het is fucking chill. Jongens, kopen. Maar we gaan dus niet. Jezus. Goeiedag. Oké, maar ik ga dus nu naar een event met de girls. Naar een Nelson event. Wat is het? Nieuwe zomercollectie schoen of zo? Nou ja. Zoiets. Thijs, jij weet het. Jij hebt het georganiseerd. Thijs is damescollectie. Nieuwe damescollectie. Mag niet mee? Nee, ah. Oh. Ja, maar dat weet ik. We gaan dus daar nu heen. En ik daarna ga vanavond ga ik gezellig met mijn fam eten. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer 6:30. Deze dag is voorbij gevlogen. Het event was echt super leuk. Maar ik heb het zo druk. Het is zo druk op werk. En er is zo een gezeik. En ik word gewoon niet goed. Maar ik wil het nu gewoon loslaten. Ook als ik helemaal in de adrenaline en helemaal in de stress. Maar het moet nu even. Ik ben blij dat ik even kan auto rijden. Even. Woe. Het zit altijd helemaal tot hier. Dus. Maar nu laat ik het los. Nu ga ik lekker naar huis. Dan ga ik met naar mijn oma. En dan gaan we daar gezellig sushi eten. Met alle kleinkinderen. Dus super leuk. En morgen en aankomend weekend is gewoon mijn birthday weekend. Nou, ik kan niet geloven dat ik gewoon jarig ben. Ik heb er zoveel zin in. Maar ik heb het zo druk dat ik er gewoon niet eens over na kan denken of zo. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in allemaal. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ben wakker geworden bij mijn ouders. En vandaag begint mijn birthday weekend. Ik ben echt niet een birthday weekend persoon eigenlijk. Maar het is nu gewoon dit jaar zo gelopen. En eigenlijk vind ik het super leuk. Vanavond ga ik dus hier mijn verjaardag vieren. En het zei ik wat ik heel tijd heb met twee huizen. Dat zal je misschien ook wel herkennen als je misschien een gescheiden ouder hebt. Dat je elke keer die make-up tot heen en weer moet brengen. En het is gewoon niet voor mij gemaakt. Want ik vergeet altijd alles. Dus ik heb weer een samenwerking met mijn beste, leukste samenwerking ooit. Met Look Fantastic. En ik heb allemaal leuke dingetjes gekregen. Dus ik ga het met jullie laten zien. Er zijn heel veel kortingen. En met mijn kortingscode SARAVOF krijg je 20 plus 5% extra korting. Echt geweldig. Shop it. Look Fantastic heeft echt alle geweldige soorten merken. En het is echt super snel binnen. En het is veel goedkoper, want je kan super veel korting krijgen dus. Ook daarnaast heb ik de Beauty Egg gekregen voor Pam. Dus die ga ik met jullie unboxen. Deze heb ik nog niet gezien. En met mijn kortingscode SARAVOF krijg je dus ook 10 euro korting op de Beauty Egg. Oh my god, ik ben hier zo benieuwd naar. Hoe cute is dit? Ik vind het zo leuk dat ik dit heb gekregen. Ik ben zo benieuwd. Oh mijn god.
producten zitten hier gewoon in. Wat een leuk ei. Dit is echt zo leuk om te bewaren. En inderdaad ook als voor cadeau te gebruiken of zo. Als eerst een lekker maskertje. Oh, super chill. Altijd chill. I love face mask. Nude stick. Wauw, dit ga ik vanavond gebruiken. Want vanavond ga ik dus mijn verjaardag vieren. Wow, wat een uitvinding. Kijk, zo'n shimmertje nou. Deze wilde ik, oh my god, deze wilde ik bijna bestellen. Maar nu heb ik hem gekregen. Dit is dus Fast Absorbing Body Cream. Heel chill, want dat had ik dus hier bij mijn ouders ook nog nodig. Dan een Glowing Priming Moisturizer. Wow, dit ziet er echt fucking chill uit. Dan van Sweet. Oh, dit ken ik ook. Een mascara. Daar heb ik meerdere mascara's van gehad. Hele chille, dunne mascara. Dus kan je heel precies werken. Speed Dry Blow Dry Spray. Dit heb ik ook nodig. Nou, dit ga ik gewoon zo meteen allemaal gebruiken. Hoe leuk. Kijk hoe cute trouwens ook dit is. Dan een Hydrating Lip Plumper. Instant Plump. Je kan hier het verschil zien. Nou, chill. Tiger Cross Repair Cream. Voor geïrriteerde huid. En dan als laatst alweer een Liquid Matte Eyeshadow. Oké, misschien kan ik hier ook wel een coole look mee maken. Nou, als je mij dit niet had verteld, had ik dit als lipgloss gebruikt. Hier ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Het ziet er gewoon letterlijk als een lipstick uit. Ik kan niet geloven dat dit een eyeshadow is. Ik denk dat het wel heel goed blijft zitten. Wat een grappig spul. Dan gaan we door met mijn pakket die ik heb besteld. Dus dit zijn allemaal make-upjes die ik in een make-up tas denk ik hier laat. Tenzij ik zo fan ben. Dan ga ik het weer omrijden. Ik wil gewoon even lekker nieuwe make-upjes. I love it. Als eerst heb ik dus de Olaplex Dry Shampoo. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik heb nu geen vettig haar, dus ik kan het nu niet uittesten. Ik was hier zo benieuwd naar. Het zegt absorbs oil, volumize, refresh en detoxifies. Voor alle hair types en colors. Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dus ik heb echt een goede droog shampoo nodig. Dan heb ik ook een nieuwe Tangle Teaser. Want ik ben die van mij kwijt. En dit is mijn favoriete borstel. En ik weet gewoon niet waar ik dat ding gelaten heb. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik ben hem al een paar weken kwijt. En ik kan echt gewoon niet zonder. Dus ik heb weer een nieuwe. Het haalt zo goed de klitten eruit. Dan deze scrub. Dit is een Bump Eraser Body Scrub. En deze heeft mijn huisgenoot ook. En ze zei dat deze heel goed was. Dus toen dacht ik, ik ga deze ook bestellen. Een lekker onder eye mask. Chill. Deze laat ik denk ook gewoon hier bij mijn ouders. Want ik heb thuis ook nog wel een ander liggen. Dus dan kan ik gewoon een beetje afwisselen. Heb ik van Tweezerman een wimperkruller. Want ja, ik moet er wel gewoon twee hebben. Ik kan echt niet zonder wimperkruller. En dit is de Pro Curl Lash Curler. Wat zit dit goed verpakt. Deze ziet er wel beter uit dan wat ik nu heb. Dus ik denk dat ik dan deze thuis hou en mijn oude hier laat. Oh my god, dit voelt zo goed. Wauw. Het chillen is dus ook dat ik nog allemaal van die extra rubbertjes krijg. Dus dan kan je er eigenlijk echt vet lang mee doen. Ik heb helemaal zin om deze producten allemaal te gebruiken. Ik ga me zo meteen lekker opmaken. Dan gaan we door naar de MAC Finish Concealer. Oh, ik heb twee nieuwe concealers besteld. Omdat ik gewoon niet kon kiezen. Ik heb deze in de kleur NC30. Dus ik ben heel benieuwd of dit mijn kleur is. Dat is altijd gewoon lastig. En dit is echt zo'n hele dekkende. Oh, dit is denk ik perfect. Heel erg benieuwd hiernaar. Ben benieuwd. Dus die. Dan heb ik ook mijn favoriete NARS concealer. Deze is op. Dus hier moest ik gewoon een nieuwe van. In de kleur Custard Medium 1. Deze is wat lichter. Dus kan ze desnoods ook nog een beetje mengen. En anders is deze echt perfect voor de zomer. Dan heb ik de... Hey, deze heb ik ook gratis gekregen. Wat is dit? Van Espa. Een Optimal Body Tri Serum. Wat chill. Ga ik lekker op mijn benen smeren. After bathing or showering. Nou, ik heb letterlijk net gedoucht. Oh, wat lekker. Echt een soort voedende olie. Die droog uitgedroogde benen van mij. Dan gaan we door naar deze mascara. De Sky High mascara. Ja, deze vind ik heel erg chill. En ik moet hier ook een mascara hebben, dus deze eigenlijk. Dan heb ik hier een wenkbrauw sculpt mascara. Deze is helemaal op, dus ik heb er eigenlijk twee besteld. Ook één van MAC. Ik dacht deze van één kleine cute voor hier. En nu zijn mijn handen helemaal onder het olie. Dus krijg ik dit gewoon niet open. Kijk, dit is gewoon zo'n brow dat ik even er doorheen kan. Ik wilde ook gewoon een nieuwe voor thuis in Amsterdam. Dus dit is een Big Boost Gel Eyebrows. Big Eyebrows. Heel erg benieuwd ook naar. Die ga ik zo meteen proberen.
Very benieuwd. En dan gaan we door naar een bronzer. Deze bronzer is van NARS. En ik heb heel veel producten van NARS, maar nog niet de bronzer. Zo mooi uit. Daar ga ik me zo allemaal mee opmaken. En dan een matte foundation poeder in de kleur 2 en 1. En dit zag ik dus op TikTok van Estée Lauder Double Wear. En toen dacht ik, ik moet dit ook. Het zag er zo mooi natural en mat uit. Dit heb ik gewoon nodig in mijn leven. Ah, zo mooi. Kijk dan. Oh my god, ik voel me nu echt zo'n fancy. Oh. Tot sponsje. Oh, wat cute. Helemaal leuk. Dus wil jij 20 plus 5% extra korting? Gebruik dan mijn kortingscode SARAVLF. Nou, ik zit gezellig met mijn moeder van eettafel een koffietje te doen. Lekker hoor, hè? Ja. En er is echt een super leuk pakketje binnengekomen van zonnebrillen.com. Ik ga met hun samenwerken. En ik heb een Prada zonnebril gekregen. Oh, dit is echt een droom. Ik wil deze echt zo lang al. Dit is ook helemaal in. Ik weet niet of jij hem herkent. Maar je ziet echt, als je naar een festival gaat, echt iedereen heeft deze op. Oh, wauw. Maar ik wilde eigenlijk de bruine. Maar ik weet nog niet welke ik heb. Maar ze zijn allemaal verrassingen ook. Ja, daarom. Veel plezier met je bril. Misschien zijn het er wel twee. Maar zonnebrillen.com heeft dus echt heel veel. Gewoon ook Gucci, alle soorten merken. Echt super chill. Ja. Volgens mij is het wel de bruine. Ja, het is de bruine. Oh, oh jee. Oké. Ik heb nog niks van Prada. Dream come true. Oh my god. Zo. Luxe hoor. Mooie doos. Het is geen grote zonnebril. Oh. Het is echt een kleine. Oh, ik dacht dat het zo'n grote was. Nee, het is echt zo één. Is dat nu helemaal? Dit is helemaal. Ik moet me heel erg denken aan de oude bril van mij. En dan moet je hem gewoon echt zo dragen. Ja, ja. Oh, dat trek ik niet. Ja, het past natuurlijk echt totaal niet met deze trui natuurlijk. Maar, oh my god. So nice. Echt heel nice. Je voelt wel dat het echt goede kwaliteit is. Gewoon van die goedkope zonnebrillen. Maar dit is echt, ja, je merkt wel gewoon dat het echt kwaliteit is. Leuk! Hallo allemaal. Het is inmiddels alweer einde van de dag. Ik heb de hele dag geëdit, aan samenwerking gezeten, content gefilmd, weet ik het allemaal. Maar goed, wel leuk. Ik ga nu even zure room halen bij de supermarkt. Ik moet even boodschapjes doen. En wat ga ik ook weer zoeken hier? Oh ja, een SD-kaart. Want een SD-kaart doet echt heel raar. Het is een soort kapot of zo. Dus ik hoop niet dat deze beelden vergaan. Nee, anders kun je het ook meer zien. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ja. Vanavond ga ik mijn verjaardag vieren, zo leuk. Gisteren nog wat cadeautjes gekregen. Heel leuk, dus dat ga ik meenemen naar Amsterdam. Als dat is ouders heb ik heel leuk deze spiegel gekregen. Daar ben ik heel blij mee, die had ik ook gevraagd. Dus jee, die kwam boven mijn make-up tafel. Nou, ik ben thuis. Ik ga vandaag met Cecile alles... versieren, alles halen. Dus gaan ze nu even naar zo'n groot. Ja, gewoon in een plein. Dus zijn alle supermarkten bij elkaar. Dus dan heb ik alles lekker in één keer. Ik heb hier dus al die versiering binnen. Ja, ik vind het wel grappig. Helium tank. Wat ja, is dit? Ja, dat zijn dus waar je ballonnen aan vast kan doen. Dat zeg maar, want helium stijgt natuurlijk omhoog. Oh. En dan ballonnen. 40. Er zitten hier 40 ballonnen in. Wacht, dat is wel los. En deze dus, 22. Ja. Nou, helemaal leuk. Nou, Cecile en ik hebben even heel de Albert Heijn XXL leeg gekocht. En daarna de kleine. Echt. Ja. We zijn lekker pizza's aan het maken. Yes. Van dat flatbread. Ja. En dan lekker met parma ham. En hier. Truffelolie. Ja. Oh. Kijk, de stelt staat al klaar. Zo chill dat ik dat heb gekregen. Echt, I love it. Lekker bier, fris, wijn. Hier nog wat drank. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Hier nog meer bier. Maar dit moeten we even ergens anders hier zetten. En ik heb hier ook nog, super lief,
een hele ginpakket gekregen van Sir Edmund. Kijk dit, zie. Het is gewoon een heel... Maar dit is misschien niet echt voor vanavond de vibe. Want dit is gewoon echt... Dit. Ja, ik vind gin tonic wel echt heel lekker. Ja, ik ook. Jongens, ik heb de bank al een beetje verschoven. Zodat we straks zo deze deuren allebei open kunnen zetten. En dan... Hier heb ik dus allemaal versiering gekregen van Party Deco. Echt heel chill. Ze hebben echt zoveel dingen. Dus als jij een themafeest wil geven, moet je echt hier spullen halen. Ik heb ook een kortingscode Sarah10. Dan krijg je dus 10% korting op je gele bestelling. Maar ik ga jullie nog laten zien hoe ik het allemaal ga versieren. Want het wordt echt heel leuk. So stay tuned. Oké, jongens. Ik denk dat ik mijn outfit heb. Maar het is een hele grote kans dat ik weer ga switchen. Maar dit... En ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb gekregen van Party Deco. Ik ga niet alles gebruiken, maar ik wil jullie wel even laten zien. Eerst deze 22 ballonnen. Die zijn heel groot. Heel leuk in blauw. Pastelkleurige ballonnen. Die gaan we oppompen met helium. Dingetjes die je op de grond kan zetten. Dat dus de ballonnen die omhoog gaan, dat ze blijven zitten op de grond. Verjaardagskaarsjes. Hoe cute zijn deze? Dan lampjes. En dingetjes die je aan de plafond kan plakken voor lampion. Een helium tank. Kijk dan. Niet. Ja. Dat is leuk, dat is grappig. Weet jij hoe dat moet? Nee. Maar dat gaan we even uitzoeken. Wow. Dit is echt vet. Ik ga stuk. Okay. Ik ga stuk, zeg. Wat is dit dan? Nog één. Een stuk. Nog één. We kunnen gewoon 80 ballonnen opblazen hiermee. Een grote en een kleine. Ja, draad om het mee op te hangen. Nog een ballon, een regenboogballon. Pas wel leuk bij het thema. Een donutwall. Alleen, ik ga deze helaas niet gebruiken, want ik heb niet de donuts kunnen vinden die ik wil. Ja, ik ben bang dat de mensen het toch niet gaan eten, maar dit is wel echt heel erg leuk voor een themafeestje. Ik ga het sowieso nog een keer gebruiken. En dit... Happy birthday en dan kan ik dus allemaal eten opleggen. Nou, ze hebben echt zoveel leuke dingen. Ook echt leuk voor tafeldecoratie. Dus ook super leuk voor 21 dinner en zo. Ik ga zeker als ik nog een keer een dinner ga geven, daar echt mijn dingen stellen. Maar oké, laten we dit gaan doen. Kijk hoe kleine mini. Eens kijken. Kijk uit, hè. Ik vind het heel eng. Ik ook. Zoals deze. Wat? Je moet een soort... Ik vind maar één ding. Ik ook. Maar er staat dat je ook naar beneden moet drukken. We hebben het, we hebben het. Oh, zo, hè? Oh, dat is heel makkelijk. Ja, fucking chill. Zo, dat weet Sari weer, hè? Oh, nee. Wat een kut. Nee, kleiner dan. Ja. Jongens, we gaan... Wat moet ik zeggen? Ja, dat moet je zelf weten. Ik durf niet. Hij staat. Zo chipmunk. Ja. Hallo, hallo allemaal. Dit is echt te grappig. Hoe kan dat? Vandaag een lekker groot feestje hier bij Sari thuis. Heel gezin. Het lijkt net nep. Ja. Ja. Oké. Okay, ik moet even zijn ziel brengen. Ja. Wat moet jij doen? Nee, jij. Nou jongens, we hebben zo gyoza's gemaakt. Het is echt een hele berg. En het was even werk. Maar dan heb je ook wat. Ze zijn echt goed, hè? Ja. Ik vind ze oprecht. Hier, salt sausjes. Lekker sojasaus. Hoef jij geen saus? Ik vind het ook lekker. Hoor. Nou. Sorry, saus is leven. Ik ben nog lekkerder als je ze koopt. Welke komen uit de airfryer? Die ben ik ook benieuwd. Deze heb ik nu uit de airfryer. Die. Hoe is die? Ja, anders. Deze of niet? Nee, dit, oh. Nee, je voelt het wel. Ja. Mooi. Je hebt veel meer krokant. Minder, hè? Nee. Veel minder de vibe. Heb je het huis al laten zien? Hij is wel goed. Mm-hmm.
ziet er vanaf hier fucking leuk uit. Nou jongens, ik heb me helemaal klaargemaakt. Make-up zit erop. Dit is de look. Maar dan de back. Hoe leuk. Nou, we zijn helemaal ready. Guys, ik heb mijn vlogcamera gevonden. Hij is gevonden. Carrière niet beëindigd. Nou, we zijn lekker mijn verjaardag gaan vieren. Het is gezellig. Het is gezellig. Lekker met mijn zus. Hey zus. Oh, ik ben met mijn verhaal aan het verneuken. Oh. Zeg maar, we hebben dus filmpjes van mij. Dat ik alleen maar... Ja. Yeah. Yeah. Lekker man. Nou, het ziet hier echt niet uit. Ik ga even een sfeerbeeld maken van Dit mag je niet doen. De verlichting was niet goed. Dat niet de goede kant. Ook. Kijk, hier hebben we de party. Party. Hier hebben we Meertje, de girls. Hey, lekker voor de vlog. Hey. Hier hebben we schat, Samantha. Pretty girl. I love you. Wat ben jij nou aan het doen? Wat doe jij? Oh. Nee, pak dan die tank. Hello iedereen. Hallo. Best duo of this party here. Drink ja. En drink pineapple vodka is je nieuwe drink. Fucking lekker. Fucking lekker. Ja. En dan is het echt gewoon net zo. Hoi allemaal, welkom op de vlog. Het staat een free day party. Dat is echt grappig. Ik ben bijna jarig. Oh my god. Heel mijn hart is nat. Heel mijn hart is nat. 2 minuten 21. Echt? Dan kan ik zien wat ik vlog. Nu. Wacht even, YouTube, sorry. Dames en heren, hoppels en peren. Over 20 seconden is Sara jarig. Hey! Stop! Oh nee, oh nee. Ik hoop niet. 19 maart, zondag 19 maart. En vandaag is echt mijn verjaardag. Oh, het was gisteravond zo gezellig. Ik heb zo genoten. En het was zo gezellig met iedereen. Het feestje daarna was ook heel erg leuk. Maar het was wel heel druk. Dus zijn we rond 3 uur naar huis gegaan. Maar het was echt een avond om nooit te vergeten. Ik ga nu lekker klaarmaken. Want ik ga nu lekker uit eten met Stan. Ach, zoveel zin in. Lekker eten bij Mondi. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar wel goede verhalen over gehoord. Echt heel leuk. Ja, dus daar ben ik me nu voor aan het klaarmaken en dan gaan we zo heen. Ik heb allemaal leuke cadeautjes gekregen. Dat zal ik zo nog even laten zien. Maar van Stan heb ik een heel lief fotoboek gekregen, maar die is nog niet binnen. Dus als ik die binnen heb, ga ik een beetje laten zien aan jullie. Had ik natuurlijk hele mooie bosrozen gekregen. Heb ik dat laten zien eigenlijk? Weet ik niet eens, maar ik was helemaal...
in de ban van alles. Kijk, er is een cadeautje allemaal. Super mooi. Dan gaan we samen naar Awakenings. Echt ook heel erg leuk. Kan er niet op wachten. Gaan we dus lekker uit eten vanavond. Ook heb ik van Isabel en Bo een hele verrassingsdag gekregen. En die staat op volgende week donderdag gepland. Dus de volgende week vlog ga je dat zien. Dus dan hebben ze een hele dag vol verrassingen van mij gepland. Echt heel erg leuk. Van Anne, Nina, Sophie en Bo heb ik heel leuk een culinair etentje. Mijn heel luxe restaurant gekregen in Scheveningen. En ik weet nog niet welk restaurant het is. Dus dat is ook leuk. Dus ook een verrassing. Allemaal verrassingen. Dus echt heel erg leuk. Ook heb ik een massage gekregen. Nou, dat is iets wat ik in deze weekvlog nog zei. Net zoals die facial. Dat zijn van die dingen die je zelf nooit geeft. En zo leuk is en zo lekker. Dus dat is ook echt heel lief. Allemaal leuke dingetjes. Ook allemaal leuke dingetjes op de planning. En ik heb heel lief een geurtje gekregen van Samantha. Echt veel te gek. Deze. Echt heel lekker. Ik ga hem nu opdoen trouwens. Oh, zo blij mee. Hij ruikt echt heel erg lekker. Echt zo lief. En van Maggie heb ik, oh my god, een kaars gekregen van Diptyque. Oh, I love dit merk zo erg. Hele mooie kaars. Dus hier. Daar ga ik echt heel veel plezier van hebben. Echt zo lief en zo leuk. Dus, nou. Helemaal happy girl ben ik. Maar ja, nu even snel opmaken dus. Nou jongens, dan wil ik hier eigenlijk mijn birthday vlog afsluiten. Het is inmiddels maandag, de volgende dag. Ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Ik in ieder geval wel. Wacht, ik zal jullie nog even laten zien mijn cadeautjes. Wat heel leuk staat nu. Ik had toch heel lief dit bosje bloemen gekregen. Dus die staat mooi hier. De mooie bos roos van Stan staan hier. Echt zo mooi. Oh my god. En deze superleuke kaars van Maggie. I love it so much. Ik heb dus ook van Sir Edmond gin gekregen. Super lief. Ik hou heel erg van gin. Dus dit ga ik zeker nog een keertje met jullie lekker maken in de vlog en drinken. Want het is echt een mooi pakket. Kijk dan. Echt alles wat je nodig hebt zit erin. Super mooi. Heel vet. Dus dit ga ik ook zeker weten lekker een keertje maken. Dus heel erg bedankt. Ik heb nog mijn mooie ballonnen hier van Party Deco. Love it. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik wil trouwens ook iedereen bedanken voor alle felicitaties. Echt super veel van jullie hebben mij gefeliciteerd. Dus echt heel erg lief. Dankjewel daarvoor. Ik zie jullie snel weer. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei. Yes, I'll be on my way now. Just give me a...